Hallo, welkom bij jouw Lijflijn. Vandaag is het Video Vragen Vrijdag. Mijn naam is Nettie Bom en ik wil elke vrijdag een vraag beantwoorden met een videoopname. Een paar weken geleden kwam er bij mij een vrouw in de praktijk. Zij gebruikt al jaren onze omega 3 en ze zei: ik heb van de week gehoord dat je beter een supplement kunt gebruiken met omega 3, 6 en 9. En ik vond het heel aannemelijk klinken, zei ze. Hoe kijk jij er tegenaan? Nou, ik heb haar uitgelegd dat omega 6 hebben we zeker nodig. Er zijn 3 soorten van omega, of eigenlijk 4. Omega 3, 6 en 9 en nog wat, maar dit zijn de belangrijkste. En omega 3 hebben we heel hard nodig voor onze hersenfunctie, spieren, gewrichten, noem maar op. Nou is het zo dat omega 6 hebben we ook nodig, maar die krijgen we al ruimschoots binnen via onze voeding. De verhouding omega 3 staat tot omega 6 zou moeten zijn 1 staat op 1. En in de praktijk blijkt dat wij 20 keer zoveel omega 6 binnenkrijgen als omega 3. Op het moment dat de intake van omega 3 en omega 6 volledig uit balans is, krijgen we te veel omega 6 binnen en te veel omega 6 is ontsteking bevorderend. Dus zit jij met allerlei laaggradige ontstekingen in je lichaam of duidelijk merkbare ontstekingen, dan moet je eens kijken of je niet te veel omega 6 binnenkrijgt. En omega 6 zit in allerlei plantaardige oliën, koekjes, brood, gebak, in heel veel verschillende producten. En wil je het tekort aan omega 3 opheffen of die balans weer proberen te herstellen, is het heel belangrijk om alleen omega 3 toe te voegen en niet omega 3, 6 en 9. Neem ruim voldoende olijfolie, eet een visje op zijn tijd en neem eventueel een omega 3 visoliesupplement erbij. Nou, ik hoop dat je hier iets aan gehad hebt. Ik wens je nog een hele fijne dag en volgende week vrijdag zijn we er weer op Video Vragen Vrijdag. En een fijn weekend!